Er was geen ontkomen aan. De oranjekoorts spoelde als een epidemie door Nederland. Auto's, huizen en soms hele straten kleurden oranje. Ook tijdens het boodschappen doen werd de koorts gevoed. Spaart u handjes, besies, juichbandjes, noem maar op. Er zijn enorme hoeveelheden aan plastic oranje prularia uitgedeeld en verzameld, die tezamen voor een enorme lading plastic afval zorgen, terwijl we eigenlijk minder afval zouden moeten produceren. Opinionators is een bewustwordingsinitiatief gestart om te kijken of de supermarktketens deze oranje goodies en gadgets terug willen nemen om ze bijvoorbeeld te recyclen of om ze op een andere manier een tweede leven te geven. Waarom deze actie? De optelsom leert dat we in 6 weken tijd 65 miljoen oranje prulletjes langs de kassa hebben zien gaan, allemaal gratis. Hartstikke leuk, hartstikke oranje en iedereen is voor onze jongens, maar dit was wel heel erg veel. Ze zijn slecht recyclebaar en waar zijn we eigenlijk mee bezig? Wat willen jullie bereiken met deze actie? We willen dat mensen zich bewust zijn van hun eigen gedrag. Eerst worden alle oranje prullen dankbaar in huis gehaald, maar na het WK, een dag of 4, 5 later, gooit iedereen ze weer weg. Ze worden nooit hergebruikt. Dat is ontzettend zonde voor iedereen. Kun je de oranje spullen omzetten in cijfers en waar praten we dan over? Als gezegd, de enige officiële cijfers zijn van Albert Heijn. Die gaven aan dat ze 31 miljoen besies hebben geproduceerd en ook uitgedeeld aan het publiek. De optelsom die wij daarna hebben gemaakt geeft een totaalbeeld van zo'n 65 miljoen prullen in totaal. Kan het niet gewoon in de bak voor plastic afval? Natuurlijk kan het in de plastic afvalbak en dat is zeker beter dan in de gewone afvalbak. Maar nog liever hebben wij dat mensen een signaal geven en zeggen genoeg is genoeg. De optelsom van 65 miljoen oranje dingen is niet haalbaar. Wij willen het graag anders een volgende keer. Wat gebeurt er met de teruggegeven spullen? De supermarkten die meedoen hebben aangegeven dat ze voor de spullen een goede tweede leven in gedachten hebben. Dat kan zijn dat de lokale asiels een beroep kunnen doen op de kleine beestjes, want katten vinden ze enig. Maar het kan ook gaan naar kunstprojecten of een volgende oranjefeest. Kan iedereen meedoen? Iedereen kan meedoen. Sterker nog, we willen heel graag dat iedereen meedoet. En als u het nou een beetje beu bent en denkt, zoveel prullen van mij hoeft het niet, laten we het anders aan gaan pakken. Lever er dan in ieder geval 1 in, zelfs al bewaart u de rest.